De Beek loopt net als vroeger weer door de Nieuwstraat. Het is kennelijk voor sommige automobilisten wennen dat je de straat nu niet meer in kunt rijden. Macht der gewoonte, mensen rijden en denken, oh, Nieuwstraat, huppakee. En afgelopen nacht is het weer raak, wanneer een taxichauffeur in de Beek belandt. Ik werd wakker vanmorgen, ik denk, wat is er nu aan de hand? Mijn vrouw ging naar beneden, zegt ze, Wim, er ligt een auto met op de kop in de Beek. Zeg, nu al. Nou ja, dat is niet goed. Zegt ze, de taxi. Ik zeg, oh, de watertaxi hebben we dus ook al binnen. Ik heb de taxi hangen in de Beek, ja, vanochtend. Met de voorkanten in de water en de achterkant op de stukje daar. Vanmorgen zag ik een enorm tumult in de straat. Ik denk, nou, eens even kijken. En toen zag ik inderdaad die taxi voorover van het bruggetje hangen. En hoe was het met de taxichauffeur? De taxichauffeur was oké. Ja, was hij niet geschrokken? Ja, hij was wel geschrokken, een beetje paranoia. In de nieuwe verkeerssituatie geven borden wel aan dat autobestuurders niet links of rechts af mogen slaan, de Nieuwstraat in. Maar dat vinden de bewoners niet genoeg. In het eerste gedeelte van de Nieuwstraat, daar hebben ze bloembakken neergezet. Ja. Vind ik geen mooie bakken, maar ze staan er. En dat zou hier ook moeten gebeuren, vind ik. Vervolgens denk ik dat ik me ga aanmelden voor de reddingsbrigade, want misschien gebeurt het nog wel een keer vaker.